Vandaag is het Dikke Truiendag, maar wat betekent dit juist? Op Dikke Truiendag zetten veel bedrijven en scholen hun verwarming een paar graden lager. Door een dikkere trui aan te trekken word jij hier niets van gewaar, maar voor de natuur betekent dit veel. Door de verwarming lager te zetten is er minder CO2-uitstoot zonder dat jij dit merkt. Met kleine aanpassingen zoals je verwarming lager zetten, toestellen volledig uitschakelen en eens meer de fiets te nemen. Zorg jij voor een lagere energiefacturen en ga jij zelf de klimaatopwarming tegen?